Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Dag allemaal. Dit is de podcast van Martine. En deze podcast gaat over de schilder van je innerlijke familie. Dit is een coachmethode waar ik mee werk. Die is ontwikkeld door Ariëne Klein. Zijn methode die gaat ervan uit dat wij allemaal de beschikking hebben over een innerlijke familie. Een innerlijk meisje, een innerlijk jongetje, een innerlijke man en een innerlijke vrouw. Het innerlijke meisje en het innerlijke jongetje vormen samen je aard. Daar ben je mee geboren. En die kun je ook niet veranderen. Het meisje staat voor je diepe gevoel, voor je puurheid, voor je onschuld. En je jongetje staat voor je levensenergie en je humor en je creativiteit. En je man staat voor je daadkracht, je focus. Staat voor je denken. En je vrouw staat voor je relativeringsvermogen. Voor je draagkracht, voor je intuïtie, voor je zelfzorg. Zij met z'n vieren vormen jouw innerlijke familie. In het volwassen worden ontwikkel je je innerlijke man en je innerlijke vrouw. Dan ontwikkel je dus je volwassen schilder. In deze podcast wil ik gebruiken om het met jullie te hebben over twee ongezonde combinatieschilden. Want die zijn er natuurlijk ook. En dan wil ik het met je hebben over de combinatie het dodelijk duo. En dat is het duo man-jongetje. En ik wil het even met je hebben over het gevaarlijke duo. En dat is de combinatie tussen het meisje en de man. En om daar iets meer duidelijkheid aan te geven, wil ik je voor beide duo's ook een verhaaltje voorlezen. En dat verhaaltje komt dus uit het boek van Ariëne Klein. Dan begin ik bij het gevaarlijke duo, het meisje met de man. Martha is moe. Ze heeft een drukke week achter de rug. En de twee kinderen zijn ziek. Er is allerlei administratie blijven liggen. En ze zou ook de vakantie regelen, wat nog niet gelukt is. Terwijl ze eigenlijk weet dat ze eens vroeg naar bed moet om bij te tanken, komt ze toch de afspraak na om met haar zus Vicky in de stad een filmpje te pakken en daarna wat te drinken. Vicky is ook niet in zo'n beste bui. Op haar werk zijn veel zieken, waardoor haar planning in gevaar komt. De film valt tegen en daarna zitten de zussen moe en prikkelbaar tegenover elkaar in het café. Nou, dat viel tegen, zegt Martha. Ik had misschien beter thuis kunnen blijven. Het komt eruit voordat ze zich realiseert dat het niet leuk is voor Vicky. Nou, dat klinkt ook lekker, zegt Vicky wat feller dan ze bedoelde. Ik ga nog eens gezellig met mijn zus op pad. De zussen kijken elkaar boos aan. Nou, laten we dan maar afrekenen, zegt Martha geïrriteerd. Zo zie je dus wat er in hoe een gevaarlijk duo ontstaat. Je innerlijke vrouw is minder aanwezig op dat moment. En in dit geval van dit verhaaltje komt dat gewoon omdat je ontzettend moe bent. En dan zeg je dingen die je op de verkeerde manier. Dan zeg je dingen die je op die manier niet bedoelt. En wat ik je nou eigenlijk wil vragen is, als je dit herkent bij jezelf, om eens in je hoofd te gaan luisteren naar de gedachten die zich op dat moment voordoen. Als je dus die irritatie bemerkt, of als je dus in het café zit met iemand, terwijl je eigenlijk liever in je bed had gelegen. En dat het dus allemaal tegen zit. En dat het dus allemaal veel minder leuk is dan je had gedacht. En waarom vraag ik dat? Waarom stel ik je deze vraag om hier eens over na te denken, om te luisteren in je hoofd? Omdat ik nieuwsgierig ben naar een combinatie van twee coachmethodes. En dan heb ik het over de schilder van je innerlijke familie. En dan heb ik het over de work van Byron Katie.
Danielle van Ameide, dat is ook een teacher op de bewustzijnsschool. En ik zijn bezig met de ontwikkeling van een combinatie-workshop. Dus ik zou eens willen horen van jullie, als je dat zou willen, om eens een reactie te geven op dit gevaarlijke duo. Dan ga ik nu met je naar het dodelijke duo. Dat is de combinatie tussen de man en het jongetje. Daar ga ik ook nu een verhaaltje over voorlezen. Louis, de jongere broer van Marta, is 3 jaar getrouwd met Belle. Hij werd verliefd op haar jongensachtige charme en haar daadkracht. Zelf is hij wat lui aangelegd. Na een tijdje begon het Louis op te vallen dat als hij eens een keer met een initiatief kwam, Belle dit altijd vrij snel afwees, terwijl haar plannetjes altijd doorgezet worden. Ook viel het hem op dat ze nauwelijks rekening hield met zijn wens als ze plannen maakte. Ach, je bent toch al lang blij dat iemand leuke dingen voor je bedenkt, was stevast haar antwoord als hij er iets van zei. Na een paar incidenten was de maat voor Louis vol en hij zei dat hij met Belle over zijn relatie wilde praten. Belle vond dat niet nodig en zei dat ze hem ondankbaar vond. Als hij niet zo moeilijk deed, was er niets aan de hand. Hoor je wat er hier gebeurt? Want het innerlijke jongetje van Belle die zit natuurlijk helemaal niet te wachten op iemand die hem aanspreekt of hem enige beperking oplegt. Het enige wat dit dodelijke duo voor ogen heeft, is gewoon doorgaan, je zin doordrijven en precies doen waar je zelf zin in hebt. Zonder rekening te houden met de ander. Ook zonder rekening te houden met je eigen gevoel, laat staan met het gevoel van die ander. Wat ik ook nog eens als voorbeeld wil geven, als je het hebt over een dodelijk duo. Misschien heb je wel zo iemand in je omgeving. Dat is iemand waar het geweldig mee stappen is, bijvoorbeeld. Dan ga je op vrijdagavond ga je daarmee de deur uit, ga je daarmee de kroeg in. En je komt op zondagmiddag 4 uur, kom je eindelijk een keer thuis. En dan eigenlijk ook nog met tegenzin. Dat is iemand die van geen ophouden weet. Dat is iemand die grenzeloos is in zijn gedrag. Maar ongelooflijk creatief en vol energie. Het is heel erg leuk om mee op te trekken, maar wel ook heel erg vermoeiend. Als je dit bij jezelf herkent of je herkent dit in de ander, zou ik ook hierin willen vragen, in een stukje input, wat er in je hoofd gebeurt. Als jij dus degene bent met het dodelijk duo, als jij degene bent die zijn zin wil doordrijven. En geen rekening houdt met het gevoel van die ander. Wat gebeurt er dan? Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Zelf ben ik erachter gekomen dat ik vele jaren het gevaarlijke duo bij mij aan de macht heb gehad. Dus mijn meisje en man. Dit ongezonde duo heeft jarenlang bij mij gespeeld. En toen ik me daar bewust van werd, toen snapte ik ook ineens... waarom ik tegen bepaalde problemen in mijn leven aanliep. Ik snapte dus wel hoe dat was ontstaan. Mijn meisje was in veel situaties best angstig of heel erg gespannen. En mijn innerlijke vrouw was te weinig ontwikkeld om dan het meisje te troosten. Dus dat meisje, je moet je voorstellen dat dus dat meisje in de boze buitenwereld helemaal alleen staat. En dus allerlei spannende situaties tegenkomt. En alleen op de wereld is. En haar moeder is er niet. Die innerlijke vrouw. Dus wat moet die innerlijke man dan doen? Die moet de taak overnemen van die innerlijke vrouw. En die zal op dat moment zijn dochter, jouw innerlijke meisje, willen beschermen. En dat kan hij dus maar op 1 manier. En dat is door ervoor te springen. En degene die zijn dochter angstig maakt, om die eens even mores te leren. Dat is wat er gebeurt. Je hoort een klein meisje
als het ware schreeuwen door een volwassen man heen. En dat heeft een behoorlijke impact voor jezelf, maar ook voor die ander die het moet aanhoren. Het is ook erg vermoeiend. Als je dat herkent, zou je er iets over willen schrijven, een reactie willen geven hoe jij dat ervaart? Dan zou je maar mee van dienst zijn, want dan kan ik verder, kunnen wij, Daniel en ik, verder in de ontwikkeling van die samenwerking. Dus daar wil ik je bijvoorbeeld voor danken. En dan wil ik je een hele fijne ochtend verder wensen. Of een hele fijne middag. Of een fijne avond. En dan wil ik je danken voor je aandacht. En heel erg graag tot de volgende keer.